Lyrics komen. Ja. Nee, ja, papa. Ja, papa. Ja, papa. Ja, eens even kijken. Ja, wat hebben onderzoekers uitgevonden? Nou, we weten allemaal, hè, dat planten op kantoor is goed, hè? Ja, dat is goed. Zuurstof, ja, dat soort dingen. Nou, weet je wat dat nou echt, zeg maar, bovenaan die lijst prijkt die goed zijn om in je kantoor te hebben? Nou, goudpalmen. Goudpalmen, die moet je hebben op je kantoor. Dus daar zijn we daaruit, hè. Ja, wat een gedoe, hè, rond de laatste rustplaats van de King of Pop. Ja, ja, hij is er nog steeds niet, hè? Nee, daar hebben ze hem ook nog in laten vriezen. Ja, dan zit hij in de vrieskist, hè. Het is toch ook triest ook, hè. Gaat er een ritje over. Heb je dat gehoord van dat non-stop eten restaurant, die sushi bar? Wat dan? Ja, geldt. Dus niet op. In principe, als je te veel laat, weet je wel, je kan het niet op. Dan moet je wat je niet laat, moet je betalen. Ik vind het goed. Ik vind het goed. Ja, hartstikke goed. Vind ik natuurlijk terecht. Ja, ja. Zonder dat het weggegooid wordt. Theo kan zich niet voorstellen. Maar, dat is ook niet de bedoeling, weet je wel. Het gaat erom dat je gewoon eet zoveel je kunt. Ja. Maar schep niet meer op dan je op kunt. En iedereen heeft toch geleerd netjes je bordje leeg. Altijd. Ik bedoel, ik vreet echt het schilfers eraf. Ik lik het helemaal schoon. Nee, mooi hoor. Dus, nou, dan ook nog een berichtje uit het Arabische. Ja. Dan gaat er gewoon een koe wijzen. Die kon niet zo heel erg waarderen dat er ex ging trouwen. Oh, heeft een geintje uitgehaald. Dus gaat alleen maar een berichtje over. Dan hebben wij natuurlijk, die HSL, hè. Veel te duur. Ja, veel te duur. De snelheidslijn. Ja. Och ja, de HSL staat voor hoge snelheidslijn. Ja, ja. Dan ook, dus een hoge prijslijn hadden ze er beter van kunnen maken. HP al natuurlijk. Hè. Gaat alleen maar eentje over. En hebben jullie het gehoord? Er is een enorme muizenplaag in de binnenstad van Den Haag. Ja, gehoord. Ja. Oh, echt joh. Ze eten uit vuilnisbakken, ze lopen door winkels. De binnenstad van Den Haag heeft last van een muizenplaag. Winkeliers op het spui wijzen met een beschuldigende vinger naar de gemeente. Het afvalbeleid deugt volgens deze winkeliers niet. Het vuil wordt slechts eenmaal per week opgehaald. Volle vuilniszakken moeten binnen worden bewaard. De gemeente zegt pas na de zomervakantie met de oplossing te komen. Oh, nou. Ja, dus als het lekker koud is en het muurt niet meer zo, dan komen ze zeg maar met de oplossing. Dames en heren, de Limerick! Wat ik hoorde, er moeten meer goudpalmen hier op het kantoor. Terwijl het groen om je heen ga je je prettig gevoelen. Wat zouden die onderzoekers dan precies mee bedoelen? Daar hebben we toch mijn fijne kleine vingerplantje voor. De King of Pop is bezig, maar ze laatste reisje. Maar die familie loopt een ruzie. Ik zeg ongelukkige reisje. Hij wordt die begraven, ze kunnen niet kiezen, dus hebben ze hem tijdelijk in laten vriezen. Michael Jackson, na zijn dood, een kinderreisje. Ik lees alleen maar voor, hè. Wat je nu tijdens sushi's eten kan beleven, schuif je je bord vol, dan is het dommer te even. Eken ze niet op, dan moet je dokken. Ik ga je mijn niet etende kids mee lokken. Oh, dat gaat mij een hoop zakgeld geven. En dan het voorgenomen nieuwe huwelijk van haar ex-man. Kon een koeweitse niet verkroppen, zo verzon een plan. De feesttent vol gasten en serpentine stak ze in brand met een blik vol benzine. En benzine, ja, in Koeweit hebben ze daar meer dan genoeg. Alles af te pikken, heb ik gezegd. Alles. Vreselijk natuurlijk, hè. Directie, nou, laat ze er maar flink voor boeten. Ze hebben veel te veel betaald voor een pokkenstukje sneltreinroute. Dat is wat critici nu beweren, maar wat moest de NS onder mijn heren? Hadden ze voor twee halen één betalen, halen ze wel gewoon naar Albert Heijn gemoeten? Dat kan natuurlijk ook niet. We hebben zo geen zelfs. De ongedierte zit op het binnenhof onverdroten. Het loopt de spuigaten uit, de bewoners voelen zich kloten. Op het plaatselijke plein is het dus even helemaal niet fijn. Want die muizen, die hebben van die hele lange poten. Laat draaien. Maar het is weer mijn kop erop. Moet ik eerlijk zeggen, ik bewaar die van Mark ook vaak wel gewoon zeg maar voor de laatste... Ridder Mark. Fantastisch. Limericks, blijf ze mailen naar het adres zomertijd, apenstaartje, radioveronica.nl. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got.